Minister Krishna Mathura van Defensie heeft de zaak van de aankoop van een Russische helikopter door de vorige regering naar de procureur-generaal gestuurd. Dat zei ze gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. Suriname heeft een betalingsachterstand van $480.000 bij het Russisch bedrijf waar de helikopter is gekocht. De PG moet onderzoeken of de aankoop van de helikopter volgens de comptabele regels is geschied. Het blijkt een huurovereenkomst te zijn die de staat Suriname in het jaar 2019 zou zijn aangegaan met firma Helicopter Systems te Rusland. Voor het verlenen van luchtvervoersdiensten, gebruikmakend van een Mi-8 helikopter. Hiervan, deze overeenkomst moet hebben gekost $1.870.000. De overeenkomst heb ik niet gevonden op mijn departement, nog bij de directeur, nog bij de bevelhebber, nergens. Maar er zijn wel onderliggende stukken van missives, et cetera, die goedgekeurd zijn. Het bedrag van 1.870.000 is opgebouwd met 1.150.000 voor de transport van de helikopter van Rusland naar Suriname en 3 maanden luchtvervoer van 240.000 per maand en dat kom je op 720.000. Daarnaast blijkt uit de begroting dat er $4.6 miljoen is goedgekeurd voor de accommodatie van 5 Russische piloten. Het gaat hierbij om voeding, verblijf en telefoonkosten. Daarnaast heb ik uit de stukken kunnen halen dat er ook brandstofkosten waren voor ongeveer $3 miljoen. En in elk geval hebben we een schrijven gehad van het bedrijf, gedateerd 2 juni 2020, dat de overeenkomst door het bedrijf eenzijdig is opgezegd, rond juni 2020, en dat er een betalingsachterstand is van $480.000. Er is ook een boeteclausule van 0,1% voor elke dag dat we achter zijn met betaling. Inmiddels heb ik dit stuk gestuurd, dat hele dossier gestuurd naar de minister van Financiën en het KLAT. En ik heb het inmiddels ook al gestuurd naar de procureur-generaal voor verder onderzoek. Tot zover minister Krishna Mathura van Defensie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. De helikopter is volgens haar informatie gebruikt voor campagnedoeleinden in het binnenland.